hele, hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is alweer 2:30 geweest. Wow. Ja, ik ben al een hele tijd uit hoor. Ik heb al een paar uur op Facebook gezeten, et cetera. Het is vandaag 30 juni, de laatste dag van de maand. Er is vandaag ook nog een dochter van mij jarig. Als we dit al mag zien. Van harte gefeliciteerd, lieve schat. Ik hou van je. Ook al wil je mij niet meer zien, ik blijf van je houden, schat. Ja. Als je dit ziet, weet je dat het om jou gaat. Zien het niet, ja. Anderen die weten het wel, dat het om jou zal gaan. Vooral je broer en je andere zus. En die weten het wel. Maar oké, ik ga er lekker vandoor. Ik ga eventjes genieten van het mooie weer. Even de markt over. Ik neem jullie maar niet mee, want het is toch hetzelfde. Tenminste, de GoPro neem ik niet mee. Ik neem de handcamera mee. Wie weet, als ik wat leuks zie, gebruik ik hem even. Zo niet, pech. Maar daarom ga ik nu ook even weg. Ja. En de rest, dat komt later wel. Ik zie ook nog dat bloemen weg moet gooien. Nou, lekker belangrijk. Komt wel. Ze staan me niet op mijn rug. Ik ga nou eventjes gewoon iets leuks voor mezelf doen. En ik moet nog even naar de kapper toe. Even naar de pedicure. Even afspraak maken. Dus ik heb nog wel genoeg te doen. Ik zou zeggen, tot later. Ja, en we zijn weer thuis, hè? Ja, ja, je bent blij, hè? Oeh, goeie dikkie. Ja, ik ben weer thuis en ik had jullie niet mee, dat weten jullie, maar ik heb even nieuwe schoenen gekocht. En dat zijn deze. Ik vind ze helemaal leuk, zo'n schoentjes. Ja, ik had een paar oude sandalen van wat op crops lijkt, enkel dan een beetje vrouwelijker, niet die klontmodellen. En die ken ik wassen in de wasmachine. Maar ik denk, ik moet er toch eigenlijk andere schoentjes bij, want ik had niks anders. Ja, ballerina's, maar ik zit met een ingegroeide teennagel ook. En ik zit met een kalknagel, nou dat wil je niet zien. Nou, oh die deur. Oh, die klappert. Ik moet even die blok aan de andere kant doen. Ik hoop niet. Nou, dat komt ook straks wel. Reclame binnengekomen. Nou, pak ik straks wel. Nu eventjes. Niet. Nee. Nou, ik heb weer snoepjes gekocht. Op pepermunt ben ik uitgegeten. Ik eet snoepjes wanneer ik dorst heb. En ik zit in de kerk of ik zit in de trein. Neem geen drinken mee. Maar dat helpt ook dus tegen de dorst. Pepermunt King. Deze snoepjes helpt tegen de dorst. Want er zit menthol in. Als je drinken meeneemt, dan moet je ook onderhandelen naar de wc. Nou, dat wil ik niet. Nou, ik heb 3 pakken cake mee genomen. Van die Indische cake hadden ze nog steeds niet. Daar baal ik wel van. Ik heb deze dus. Nou, dat zal wel smaken. Ik heb, kijk, dit zijn mijn krop. Nou, dat is een beetje vrouwelijk. Het zijn niet echt plompmodellen. Dus. En dan heb ik nog wat gekocht. En dat is een jurk. Met een onderhempie erbij. Onderhempie is een kort gevalletje. Oh, nou ja. Ben ik aan het vloggen met jullie. En dan belt mijn dochter. Hi, hi. 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 En u bent weg. Nee, niet meer. Ik ben net thuis en ik was net aan het vloggen. Oh, hallo. Ja, ik kwam thuis. Ik denk, nou, laten we zien wat ik heb. Oké, dan ben ik u op luisteren. Is ze goed. Nou, hoi. Hoi, hoi. Nou ja, dat is een hemd dingetje. Dat is eigenlijk het onderjurkje, laat me zeggen. Ja, ik heb hem nou niet goed natuurlijk. En daar was Karin weer. En dus die nemen we even op. Jojo. En dit is dan een lange geval. En dat is... ik weet niet of jullie het zien. Maar jullie zullen het zien als ik het aan heb, hè.
Ja. Maar ik had een kaftan willen hebben en dat weten ze niet eens niet meer wat dat is. Een kaftan. Ik zoek al jaren naar een kaftan. Ik heb ooit vroeger een kaftan gehad en dat was met goud borduurvol helemaal afgewerkt. Dat garen, dat borduurgaren had in een bad met goud gelegen, was echt waar. En het was een zwarte jurk, laat maar zeggen, met van achter een pauw en van voor een pauw. En dat was prachtig mooi, ja. En een hing die niet meer in mijn kast. Leuk, hè? Oftewel, gestolen. Ja, echt niet leuk. Maar oké, en daar ben ik dus al jaren naar op zoek. Naar een kaftan. Ik kan nergens niet een kaftan vinden die ik wil. Ja. Maar ja, oké, ik heb Karin aan de telefoon hangen. Dus ik ga even met haar zitten te babbelen. Ik zou zeggen, tot later. Ja, en daar ligt mijn hondje dan. Die heeft zijn buikje al vol. Alhoewel ik wel weer zijn bakje, een kopje brokken in heb gedaan voor vanavond. Dat hij er gewoon eten kan wanneer hij eten wil. Maar hij heeft normale eten, heeft heel op. Ja, en hij heeft wel pijn. Kun je uit zijn ogen zien, want er zit rood omheen. Maar hij is wel vrolijk ondanks alles, ja. En heel veel aandacht vragen. Maar ook ik heb mijn eten voor mijn neus staan. Hetgene wat ik gisteren met Astrid heb gegeten. Jullie hebben het nog niet, geloof ik, gezien met rijst en al dat doorheen. Dat kun je nou wel zien. Dus ja, daar is het. Het ziet er lekker uit, dacht ik. Nou, een wijntje erbij, koffie erbij. En daar zit hetzelfde in die bak. Ik heb er hier in de vriezer ook al één. Maar ik heb in de schuur buiten nog een vrieskist staan. Een tafelmodel. Daar gaat die bak weer in. Maar dat kan hier niet meer bij. Dus ja, dat gaat gewoon daarin. En ja, het is nog steeds prachtig mooi weer. Alleen, er is weer meer wind komen zetten, dus ja, ik heb de deur wat dichter gedaan. Het staat niet wagenwijd open, maar hondje woef waf kan nog steeds naar buiten, ja. En ik ga mijn eten lekker opeten, ik ga eerst even bidden. En ik weet nog niet wat op de televisie komt, maar in ieder geval ik ga televisie kijken en op Facebook en... proberen een vlog in elkaar te zetten, kijken of dat lukken wil. En ik heb wat last van mijn bril, ik ben toch vandaag weg geweest om hem even te laten stellen, maar hij doet achter mijn oor wat zeer. Ja, maar in ieder geval, komt wel weer goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Ik weet niet wat jullie doen gaan, maar in ieder geval, geniet van alles wat jullie doen gaan. Wees lief voor elkaar. Ik heb toevallig een plaatje gemaakt, ik laat die jullie nog eventjes zien. Met een tekst erin. Dat is voor Karen alwezen die een appje stuurt, ik had er wat gevraagd. Ik hoop dat jullie dat kunnen lezen. En het hele plaatje is gewoon mooi. Ja, oh, hij stond er al in, maar ja, doet er niet toe. Dan haal ik deze gewoon even weg. Hij is gewoon heel mooi. En ik hoop dat jullie dat kunnen lezen. Ik lees het even voor. Wees lief voor elkaar en doe niet zo naar. Doe elkaar geen verdriet en pijn. Want het leven kan morgen geheel anders zijn. Ja, ik vind dat een hele mooie tekst. Je neemt troep mee naar binnen. Ik heb hier alles aangeveegd. Hallo. Jullie nemen troep mee. Vind ik niet zo fijn. Nee. Ik heb de rubberen bezem alles aangeveegd. Dan nemen ze troep mee. Blijft niet aan de gang. Maar ja, ik ben er blij mee. En tenminste, dat ik dat plaatje heb weten te maken. Voor iedereen die dat ook mooi vindt. Die je delen wilt. Ja, en wil jij ook delen? Dat kan. Kom gewoon op Facebook. Tik mijn naam aan. Word bevriend. Dan zie je ze vanzelf wel. Of je moet toevallig ook
Net zoals ik ook van andere groepen lid zijn waar je ze tegenkomt, ja. Maar ik maak het allemaal zelf. Mijn nickname is Lofkatje Laf, Lafhart. En dat staat rechts onderin met een paar hartjes erbij. En links daaronder staat plaatjes zijn er om te delen. Ja, foto's niet. Foto's delen is stelen. Ja, geen foto's van de persoon zelf. Dus zet ik een foto van mijzelf erop, mag jij niet pakken. Nee, dat is stelen. Dat mag gewoon niet. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van alles wat jullie doorgaan. En voor straks wel rusten. Lekker slapen met mooie dromen. Morgen gezond weer op. Ga je naar de kerk toe. Een hele, hele fijne kerkdienst toegewenst met Gods zegen. Ze zeggen tot dan. Doei, doei. Ja, een hele, hele goede morgen, lieve vrienden. Het is zondag. Ik ben er weer helemaal klaar voor. Althans, ik neem nog een bakje koffie en een broodje, want het is 8:30. En het is 1 juli. Ja, en ik ga straks weer naar de kerk. En dan neem ik 3 keken mee om te trakteren nog vanwege mijn verjaardag. Ja, 1 juli, jeetje. Gaat die tijd toch snel, hè? Ik zal dat eerst wegklikken, zo. En daar ligt mijn hondje te genieten. En de zonneschermen heb ik al dicht. Daar zit madameke. Die is binnengekomen. Het was even buiten. Die meneer die was al buiten. En zij is nog niet buiten geweest. Mijn prinsesje. Hé? Nee? Jij wel? Dag meisje. Dag mijn prinsesje. Ja. Hé? Ja, je bent ook lief hoor. Och, is je toch allemaal. Ja, dat lieve vrienden, ik neem de handcamera mee. Wie weet, zie ik wat leuks. Zo niet, hebben we weer pech. Ja, en ik ga de terugweg even anders rijden. Misschien dat ik dan wel wat leuks zie met de heenweg. Ja, dat doe ik de normale weg. Maar ik neem de handcamera in ieder geval mee, lieve vrienden. Dus ik zeg tot strakjes of tot na de dienst, tot ik weer thuis ben. Hé, lieverd. Ben je moe, man? Ja, ben je moe, hè? Ja. Ja, lieve vrienden, ik ben alweer hele geruime tijd thuis vanuit de kerk. Ik was nauwelijks thuis. Ik heb eerst mijn hondje even verwend, omdat hij opgepast had. Dus ik kreeg even weer een koekje. Ik had nog niet eens zelf koffie. Nee, daar had ik nog niet eens die tijd voor. Toen kwam er onverwachts iemand aangelopen. Astrid. Die normaal maandagmiddag komt. Maar morgenmiddag kan ze niet komen. Dus kom nou even gezellig langs. Dus ja, de kopje die staat hier nog. Ze is net weer weg. Dus ja, dat zullen we weer even bij de ouders doen. Zo. En ik heb een leuke boekje gekregen van Oranje Boven. Daar heb ik even een foto van genomen, van die omslag. Want die ga ik uittypen op mijn computer. Ik heb zelf nog een bakje koffie staan. Daar was ik mee bezig om dat op te drinken. En ja, ik heb nog verder geen tijd gehad om eigenlijk echt voor de wc weer te gaan zitten. Omdat Astrid kwam. En ook niet eerder tijd gehad om te zeggen dat ik er weer was. Dus daar doe ik het nu. En ik moet Karen even bellen, althans heb ik beloofd en belofte maakt schuld, dus dat kom ik eventjes na. En dan zou ik zeggen, ik spreek jullie later weer vandaag. Doei, doei, doei. Oh ja, geniet van het mooie weer. Ja, je bent een mal hondje. Hé, hey, mal hondje, hè? Ja! Ja, 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 lekker ding, hè? Ga maar naar buiten. Ga naar buiten, het is warm. Ga naar buiten. Kom maar, ga maar naar buiten. Ga maar naar buiten dan. Kom. Ja, lieve vrienden, het is alweer 9:10 op de klok.
Kijk wat het klopt. 20:52. Ja, en ik zit lekker even voor Facebook. En ik heb een radertje neergezet. En iemand die het goed doet. Maar ja, moeten we weten dat hun fout dat fout doen. Maar ik zeg op mijn beurt, ik wens jullie allemaal een hele, hele fijne avond toe. En geniet van het prachtige mooie weer. De wind is hier uiteindelijk wat gaan leggen. Dat heeft vandaag knap hard gewaaid. Ondanks dat het warm was. Maar het is, ja, ik heb wel de deur een beetje dicht op de geraak. Maar, ja. Het waait nog wel, maar... niet zo hard meer. Daar ben ik blij om. Ja, daar ben ik heel blij om. Dan hoop ik dat het ook een beetje rustig blijft. Kan ik tenminste fatsoenlijk morgen de tuin sproeien. De afgelopen dagen, dat ging zo moeilijk. Want je wordt zelf drijvend zat. En dan heb je goede kleren aan. Nou, dat wil je niet hebben dan. Dan kun je wel zeggen, dan kun je toch omkleden. Ja, ik blijf aan de gang. Trap op, trap af. Ik heb wel een stoellift. Nee, zolang ik nog kan lopen, doe ik dat. Maar... het is me een beetje te veel op en neer, ja. Dat krijg ik helemaal benauwd. En aangezien dat ik vandaag al de deur dicht moest hebben, omdat de buren gingen weer eens een keertje barbecuen, ja, en dan zit ik met mijn benauwdheid en dan moet ik die deur dicht hebben. En gewaarschuwd word je niet, nee, je moet het maar doorhebben. Nou, je hebt het niet gelijk door, want hij heeft dat ding achter in de tuin staan. En dan heb ik die deur open en dan komt het in ene naar binnen en dan is het tot te laat. Hij moet me waarschuwen, dat doet hij niet. Maar ja, oké, dat is hij. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van jullie dag, avond. En tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, doei doei.